Weet je nou niet hoe je makkelijk een homeschool barbecue schoonmaakt? In deze video ga ik je uitleggen hoe je dat eenvoudig kan doen. Gelukkig kun je gemakkelijk een homeschool barbecue schoonmaken met de juiste benodigdheden. Wat je kunt gebruiken bij het schoonmaken van een barbecue is een barbecue cleaner, een zachte borstel, daarnaast een ruwborstel, tot slot een schoonmaaktray. Er zijn twee manieren om van start te gaan. Je kunt ervoor kiezen om te beginnen wanneer het rooster nog zo heet mogelijk is. Hierdoor kun je gemakkelijk de etensresten verwijderen. Of je zorgt ervoor dat de barbecue is afgekoeld. Zo kun je het rooster laten weken in de schoonmaaktray. En van tevoren kun je de grove resten verwijderen door middel van de barbecue cleaner en een ruwe borstel. De overgebleven asresten kun je gieten in de aspan die onder de homeschool barbecue is verwerkt. Vervolgens kun je de resten aan de binnenkant verwijderen met een zachte borstel, waarop je daarna de binnenkant kan afnemen met een vochtig doekje of een keukenrolpapier. Nu kun je de buitenkant van de barbecue schoonmaken. Dit doe je door middel van een doek en wat schoonmaakmiddel. Tot slot heb ik nog wat tips. Van tevoren kun je je rooster goed invetten. Hierdoor zorg je ervoor dat er minder snel etenswaren aan je rooster blijven kleven. Sta je nu bijvoorbeeld op de camping en heb je geen schoonmaaktray en wil je graag niet werken met een te heet rooster, leg het rooster een nachtje in het gras. Door de dauw op het gras weken de etensresten los. Hierdoor kun je ze daarna gemakkelijk verwijderen. Of smeer het rooster na gebruik in met een citroen. Laat het ongeveer 2 uurtjes intrekken zodat je het rooster gemakkelijk kunt schoonmaken. Kortom, het schoonmaken van een homeschool barbecue is gemakkelijk met de juiste benodigdheden. En heb je nog meer vragen? Kom dan langs in onze winkel of bezoek oblink.nl. En wil je nog meer video's van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal.